over een. Dit verhaal dat gaat over een koning, een Chinese koning. En zoals jullie misschien wel weten, is het boeddhisme niet ontstaan in China, maar in India. En in de eerste periode van het boeddhisme, dan heb je het over de wat wij de vroege middeleeuwen noemen. Wat zij een beetje de Tang-dynastie noemen. Toen had je dus in die periode had je veel vaak dat koningen Indiaanse monniken uitnodigden, vaak ook met vertaler en zo, om eens de leer, de scherpe en fijnzinnige leer van het boeddhisme uit de doeken te doen. En er was één zo'n geval van een monnik die helemaal uit India overkwam en die had de koning uitgenodigd. En het was een echte wijsgeer. En de koning had alles heel mooi ingericht om perfect deze monnik te kunnen ontvangen. Om zijn geweldige voordracht en diepe filosofische overpeinzingen te kunnen bekijken en beluisteren. En alles was ingericht. Er was ook een geweldige maaltijd voorzien en alles. En toen kwam deze monnik. En die kwam heel simpel en eenvoudig voorkomen. En toen kwam hij naar de koning toe. En de koning zei, wilt u de kern, de essentie, het wezen van de leer, de scherpzinnige leer van de Boeddha uit de doeken doen? En hij zei, vermijd het kwade, het verkeerde. Doe het goede. En misschien kunnen jullie het afmaken. Maak de geest helder. Ja, maak de geest helder. En dat is het. En toen zei, zoals sommigen van jullie misschien weten, is dat deze drie woorden, deze drie zinsneden, zijn de wat men ook wel noemt de Ovata Patimokkha, dus de essentie van de leer van de Boeddha. En de traditie vertelt dat de Boeddha deze ooit heeft verteld aan zijn eerste generatie van monniken. Van nou, als iemand vraagt en je moet voor jezelf eens nagaan, wat is nu eigenlijk de essentie van deze leer? Vermijd het kwade, doe het goede en maak de geest helder. Of zuiver de geest. En dat laatste denken we natuurlijk met name aan meditatie en de helderheid, de wijsheid die meditatie voortbrengt. En de koning die was verbaasd. Dat zijn maar een paar woorden. Want deze uitleg die ik net zo mooi erbij zei, dat was dus niet erbij. Hè? Hij zei gewoon heel kort. Hij dacht, dit is voldoende voor de koning. En de koning die zei, nou, dat is wel heel simpel. Heel kort. En toen zei hij, zelfs een 5-jarig kind kan dat nog bedenken. Of kan dat nog begrijpen, zei hij. Moet het wel. Dat is een verschil. Hij zei, een 5-jarig kind kan het zelfs nog begrijpen. En toen zei de monnik, misschien, maar zelfs een 80-jarige oude man, of vrouw trouwens, kan dat nog niet doen. En daarmee bedoelde hij dat dus het hele pad van het boeddhisme is soms heel simpel geformuleerd, maar heel diepgaand. De leer van het boeddhisme wordt soms ook wel vergeleken met een oceaan. En er zijn heel veel aspecten aan, maar één belangrijk aspect is dat de oceaan geleidelijk aan van de kust helemaal diep naar de bodem van de oceaan gaat. Niet als een soort van Engelse krijtrots die in één keer omlaag gaat, maar geleidelijk aan een kust die dus helemaal geleidelijk aan afloopt. En zo kun je ook zeggen dat het leer van het boeddhisme heel eenvoudig kan worden geformuleerd, maar heel diepgaand is in zijn toepassing. En de belangrijkste, waar alles natuurlijk uiteindelijk op neerkomt, is het helder maken van je geest. Wat we doen in meditatie.
Dus telkens als we weer zo samenkomen om ons te oefenen in aandacht en helderheid, dan merken we toch dat er diep in onszelf weer wat verandert en ontwikkelt. En de wetenschappers die komen naar ongeveer hoeveel eeuwen lang wetenschap zullen we inmiddels achter de rug hebben. Als we vanaf Aristoteles tellen, dan zitten we al op zo'n 2000 jaar of 1500 jaar. En de wetenschappers komen nu pas tot de ontdekking wat de boeddhisten al 2500 jaar lang wisten. Namelijk dat meditatie ons van binnen helemaal ten positieve kan veranderen. Dus dat wilde ik even kort vertellen. Ik vond het zelf een mooi verhaal. Ik heb het een tijdje geleden heb ik het gelezen in een Engels boek over het boeddhisme. En ik denk dat het wel heel erg goede point maakt.